Hallo allemaal, de Torchic Community Dag is begonnen zoals jullie nu in het scherm kunnen zien. 4 checks gaan we mee beginnen. Karin heeft haar eerste shiny al te pakken, het was haar tweede check van de dag. Mijn tweede check van de dag is helaas op een gewone Torchic. Nummer 3, nope. En dan de laatste, helaas, ik zal verder moeten. We zijn natuurlijk op weg naar het plantsoen, daar gaan we heen. En we krijgen vandaag allemaal extra Stardust, 3 keer Stardust. Dus dat betekent een Starpiece activeren. Ik ga vangen en wij gaan lopen. We gaan samen op weg op deze Torchic Community Day met een Blazeburn Blaziken. Vind je deze video nou tof? Geef hem een duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk voor meer. We gaan heel snel naar het plantsoen. Nieuwe Torchic plek. Die is daar. Hij ziet er gewoon uit. We naderen bovendien de plek waar net volgens mijn kaart een Burmie zat. Hij is weg. Maar met een beetje mazzel is de spawner nog. Dus ik steek heel even de straat over om te kijken of dat ook zo is. En als we pech hebben, dan is het niet zo. Nee, het ziet er niet naar uit dat hij hier nog zit. Dan steek ik de straat nog een keer over. Want daar moet dan weer een Torchic zijn. Hier ergens bij de pokestop van het Ronald McDonald Kinder. Ziekenhuis, ja hoor, daar is hij. Ben jij shiny? Helaas, je bent gewoon wel sterk. Dus misschien een kandidaat voor Blazekick, dan wel Blastburn. We gaan hem vangen en we lopen door. Want in het plantsoen zijn de spawns nog beter. 2 Torchic checks, we zijn nog steeds onderweg. Nummer 1 en 2, hoopvol. Maar nee, zei hij. Teleurgesteld. Oh, er zit nog een derde. Die moeten we sowieso redden van de koffing. Want het is een shiny. Een golden ras. We gaan het risico nemen met de pokeball. Die kopt hier is weg. 1, 2, 3. Hij is binnen. De shiny Torchic is hem. Check nummer 6 of 7, denk ik, van vandaag. Helemaal niet slecht. Dat is deze Torchic wel. Dus ik zet er een teetje achter. Op die manier hou ik bij welke ik eventueel kan ruilen. Maar hij is binnen. Heel goed. 1 gehad. Laten we kijken of we het record van de swine-up, dat waren er 9 of 10, of we dat kunnen gaan verbreken. Dit is de eerste grote Torchic cluster die ik hier tegenkom. We gaan onmiddellijk checken. Nope. Nummer 2. Ook niet. De tussenstand trouwens in mijn geval is 1 shiny. Karin heeft er al 3. Zeg ik dat goed? Ja. Dus ik moet flink inhalen. Ik zie er wel een van 751. Dat onthoud ik even. Deze is ook niet shiny. En de laatste is ook niet shiny. Goed, 840. Die ga ik vangen. Wat ik op dit soort community days probeer te doen, is dat ik dus vooral de sterke community day Pokémon probeer te vangen. In dit geval is de 840. Die van 750 pak ik mee. Het voordeel daarvan is namelijk dat ik die kan laten evolueren met de candy. En dat ik op die manier Stardust bespaar. Want ik hoef ze dan niet of nauwelijks te boosten. In dit geval is deze not likely to make much headway in battle. Dat betekent dat ik hem ga ruilen. Dan worden de IV's gerereld. En dan heeft bijvoorbeeld Karin er hopelijk nog wat aan. Volgens mij was die Torchic die daarachter stond er net nog niet. Dus ik pak deze van 751 even mee. Vooropgesteld dat hij erin blijft zitten. En dan check ik die daarachter nog even. En deze is ook weer geschikt voor de ruil. Dus die markeer ik. En dan kunnen we verder. Oh, er zitten er weer 2. Een nieuwe, maar geen shiny nieuwe. Daar achter de pokestop is er weer eentje verschenen. Maar die is ook normaal. En dan ga ik dus alleen nog die buitenste even checken. Terwijl ik weer onthoud dat dit 783 is. Ook geen shiny. Dat betekent verder zoeken. Normaal gesproken zet ik de camera alleen aan voor clusters. Hier is 1 Torchic, maar ik heb gewoon het gevoel dat dit mijn tweede shiny gaat worden. En anders kan het nog die Torchic worden hier bij mijn voeten. We gaan. Ik moet niet op mijn gevoel afgaan, dus schijnbaar deze dan? Nee. Top. Dan zijn er 3 kansen, waarvan er nu nog 2 over zijn. Waarvan er nu nog 1 over is. En dit inderdaad geen shiny is. En er is er eentje bijgekomen. Ook altijd gunstig. Deze is het alleen niet. En dan als laatste.
Nope. 4 of 5? Hoeveel heb je er nu? 4. 4 dus tegenover 1. Ik heb wel weer 4 kansen. 3 kansen nog. 2 kansen nog. 1 kans nog. Heb een andere kleur. Nope, een gewone kleur. Dit lijkt een grote uitdaging, deze Torchic. Dat wil zeggen de Torchic met andere kleuren. Zoveel mogelijk aantikken. En wie weet. Eindelijk is er weer eentje. Je ziet hem rondrennen. Ik heb net een kleine telling gedaan. Ik heb minstens op dit moment 70 Torchic aangetikt. Dit is de tweede shiny. Met een shiny kans van 1 op 25 zou ik nu rond de 2 of 3 moeten zitten. Maar zo zie je maar weer dat Pokémon Go echt een spel is van RNG randomness. De tweede is nu binnen. Karin zit dus al op 5 met een ongeveer gelijk aantal Torchics aangetikt. Dus het kan verkeren. Deze is normaal, maar het is een shiny en het is een tweede. Nog eentje en dan is de evolutielijn compleet. Ben jij dat dan toevallig? Ja! Back to back achter elkaar. Dat heb ik nog nooit gehad. Dat is me nog nooit gebeurd. En zo verschuif ik van statistisch gezien zou ik deze shinies niet moeten tegenkomen of wel moeten tegenkomen. Naar, klopt nu ongeveer, plus minus 75 aangetikt, 3 shinies. In één keer ben ik weer helemaal terug en is mijn dag weer helemaal goed. Want ik moet bekennen, als je steeds maar blijft aantikken en het is gewoon, dan is het jammer. En deze is not likely to make much headway in battle, maar het maakt niet uit. Want shiny is hij wel. Mijn inhaalslag is begonnen. Shiny nummer 4 staat hier nu in beeld met 162 CP. Ik was eigenlijk gewoon wat aan het checken en ik had niet verwacht dat dit er een zou zijn. Want het volgt elkaar nu heel, heel snel op. Maar binnen is hij wel. Shiny nummer 4. Ook de derde Torchic die ik moest vangen voor weer wat extra Pokeballs. Daar ben ik trouwens zeer over te spreken. Dat dus de Ultra Ball en Great Ball research tasks erin zitten. Maar niet de gewone Pokeballs. Want dat is bij Torchic ja, weer niet zo heel erg handig. Omdat het een Pokémon is die relatief lastig te vangen was. Ik heb tijdens het Detective Pikachu event ook heel bewust mijn Great Balls en Ultra Balls opgespaard, zodat ik voor deze community day in elk geval genoeg Pokeballs zou hebben. En ook deze Torchic is binnen. Er zit niks meer op de kaart. Tenminste, niet hier. Ze kunnen maar één ding doen. Dat is waar Pokémon Go voor bedoeld is. Lopen. Ik zei net, als ik de trillingen moet geloven, zitten hier 6 Torchics te wachten op shiny checks. Ik heb nu het gebeuren in beeld staan. Het zijn er ook 6. We gaan heel snel kijken. Als er toch één tussen moet zitten, zou het nu moeten lukken. Deze is het alleen niet. 7 zijn het er zelfs geworden. Deze is het niet. Nummer 3. Ook niet. 4 dan? Nee. 5? Dit is echt het grootste aantal shiny checks dat ik ooit achter elkaar heb gedaan. 6 is het niet. Wordt het lucky number 7? Dit is nog steeds weer de 6. 40 CP. Ja, hoe wist ik het? Hoe kom ik makkelijk bij die 7e? Daar. Ook die. Lucky number 7. Wel een heel hoog CP. Dus je gaat sowieso met ons mee. Maar de kleurencombo is gewoon. En dat terwijl ik juist de kleurencombinatie van de shiny Torchic heel tof vind. Veel mensen zeggen ik zie hem nauwelijks. En juist dat vind ik zo tof. Hij is heel elegant. Omdat je hem dus nauwelijks ziet. Ben je nog goed? Nee. Dus prima om te ruilen. We hebben nog 10 minuten te gaan. En shiny nummer 6 verschijnt in beeld. Shiny nummer 5 is net ook gevangen. Maar die heb ik gevangen terwijl wij zaten te eten. Want we zaten te eten vlakbij Pokestops. Dit is dus nummer 6. Die binnen is. Mede dankzij de Ultra Ball natuurlijk. En dan is nu de vraag, hoe goed is dit ding? Above average. Certainly impressed. Een echte goede shiny. Moet ik nog vangen? En er zitten hier 3 onder Pokestop heen. We kunnen direct gaan kijken of we geluk hebben. Nummer 1 is dat niet. Wel een hoge. Dus dat is 1 om te onthouden. De tweede, 321 gewoon. En de laatste, 157. En de hoge
is ook net verdwenen. Wat zit hier achter nog? 66. Dat nemen we niet mee. Daar verschijnt nu weer een nieuwe. Ook gewoon 8. 87. Niet gek. Die nemen we. Mijn Ultra Balls zijn inmiddels op. Ik ben begonnen met meer dan 120 pineapberries. Die zijn ook bijna op. Maar het aantal candies is ook over de 1000. Succesvol, dus tot zover. Een dramatisch beeld. Een Chimchar verdwaald tussen de allemaal Torchic. De Chimchar die ik nu per ongeluk aantik is natuurlijk niet shiny, 190 CP. Het gaat me om de Torchic hier in de verte. Die ik in elk geval niet gezien had. 13 CP, niet shiny. Ik zal voor de zekerheid die Torchic hier vlak bij de pokestop nog even bekijken. Ook niet, deze dan. En daarmee hebben we ze allemaal gehad. 4 minuten nog. De tijd begint enigszins te dringen. Maar ik ben al heel tevreden over het aantal shinies dat ik nu heb. Toch kijken of we er nog eentje meer bij kunnen doen. 3,5 minuut pakken beet nog over. Snel! De gewone Pokémon verschenen weer. Het is 6 uur. De eindstand is 5 shinies voor mij, 6 shinies voor Karin. Dus al met al helemaal tevreden. Het begint ook al wat harder te waaien. Ik hoop dat het in de microfoon enigszins nog te doen is. Want er komt regen aan. Dus wij lopen terug. En we zijn ondertussen alle Torchic met minder goede IV's. Die je me in de video ook steeds hebt voorzien van een theetje. Die zijn we nu aan het ruilen. In de hoop dat er of een Lucky uitkomt. Of gewoon een Pokémon met goede IV's. Die we dan kunnen gebruiken om hem te veranderen in een Blastburn Blaziken. Daar zijn we nu mee bezig. We lopen ondertussen naar huis en als we thuis zijn dan gaan al onze wonderbaarlijke Torchics en natuurlijk sowieso één shiny Torchic veranderen in een Blaziken met Blazekick. En niet alleen Blazekick, hij leert natuurlijk in eerste instantie Blastburn. Blazekick is wel te verkrijgen nu, maar daar heb je een Charge TM voor nodig. Daar gaan we straks naar kijken. Deze Torchic is voor mij above average. Voor Karin en Wonder. Wij lopen en ruilen verder. Ik zie jullie zo thuis voor het evalueren. Ik ben weer thuis. Zoals jullie gezien hebben, hebben al onze trades ons 2 lucky Pokémon opgeleverd. En heeft het ruilen met Karin mij ook een goede shiny opgeleverd. Dit is een Wonder HP en Stat Exceed Calculations. Een shiny Torchic die we bij deze gaan veranderen in een shiny Cambusken. En daarna in de shiny Blaziken met Blast Burn. En dus vanaf vandaag ook het vermogen om Blazekick te leren met een Charge TM. Voorlopig ben ik nog niet van plan om dat te gaan doen. Omdat ik nog niet helemaal heb uitgezocht hoe goed Blazekick is en het altijd later nog kan. Voor Blastburn hebben we dus alleen vandaag een Cambusken die een wat donkerdere onderkant heeft en een wat lichtere bovenkant. Fijn rood en ja, haast wit of crème. Ik weet niet helemaal wat de kleur is. Ik vind hem in elk geval vet. We gaan door naar de Blaziken. De Pokémon waar het ons uiteindelijk natuurlijk om te doen is geweest op deze Torchic Community Day. Daar is hij. Oh, die kop is wit. Dat is echt heel gaaf. Ik ben fan hoor. Zeer zeker weten. Blaziken met Counter en Blast Burn. 1523, helaas net iets boven Great League niveau. Dat dan weer wel. Dan pakken we nu de volgende Torchic nog eventjes mee. En daar maken we dan een Cambusken van voor de Living Decks. Daar gaan we nog een keertje. Torchic omhoog. En Cambusken komt zo omlaag. Top! Daar is hij. Cambusken, de shiny variant. En dan hebben we op deze manier, als ik zoek op plus Torchic en shiny, dan krijgen we alle shiny Torchic evoluties te zien. En natuurlijk de shiny Torchic zelf, Blaziken, Cambusken en Torchic. Daar zijn ze, 6 shinies, de eindstand van vandaag. En hoe is jouw
Torchic Community Dag nou gegaan? Laat dat achter in de comments hieronder. Ik hoor het heel graag. Hoeveel shinies heb je gevangen? Wat was je sterkste shiny? En heb je natuurlijk nog 100%'tjes gevangen? Dat zou helemaal tof zijn. Ik hoor het heel graag. Vond je deze video nou tof? Beloon hem dan met een duim omhoog. Daar help je het kanaal ook heel erg mee. Abonneer voor meer. Dan blijf je ook op de hoogte van al mijn nieuwe Pokémon Go content. En als je op het belletje drukt, krijg je zelfs een notificatie van YouTube. Ik zou zeggen, zeker doen. Wil je direct meer, dan staan er al 2 filmpjes nu in beeld. Daar komt zo dadelijk een derde bij. Toppers, hopelijk was jullie Torchic Community Day geweldig. Heel, heel erg bedankt voor het kijken naar deze Torchic Community Day vlog. Ik was Crazy Koen en ik zie jullie in de volgende Pokémon Go vlog of infovideo. How do you?